Waarom steunt China sancties tegen hun bondgenoot Noord-Korea? Dit is Uitgelicht. De Verenigde Naties hebben nieuwe sancties ingevoerd tegen Noord-Korea. Opvallend is dat China, een van de weinige bondgenoten van Noord-Korea, de sancties ook steunde. We praten hier zo meteen over met Ab Jansen, Azië-deskundige van het Reformatorisch Dagblad. Maar eerst Sudan. Het geweld tegen christenen in Sudan leidt op. Vorige week stemden leden van het parlement tegen een wet welke christelijke scholen zou verplichten om op zondag open te gaan. Als antwoord daarop werd een kerk compleet vernietigd. Aan de telefoon Maurits Rietveld van Open Doors. Goedenavond, meneer Rietveld. Goedenavond. Wie zat er achter de vernieling van deze kerk? Nou, de overheid van Sudan. Het klinkt misschien wat vreemd, omdat je verwacht dat van een overheid dat die kerken zal beschermen. Maar in Sudan, of tenminste in ieder geval Noord-Sudan, dat wij gewoon Sudan noemen, is een heel islamitisch land. En daar is de overheid het absoluut niet. Beschermt de overheid de christenen niet, maar doet ze precies het tegenovergestelde. En dat is in het verleden ook al eerder vastgesteld. En dat gebeurt nu weer. Ja, want christendom is wel een van de officiële religies in Sudan. Maar het lijkt er inderdaad op dat de regering daar perken aan stelt. Hoe zit dat? Ja, dat is iets wat al heel lang speelt. En je hebt het ook kunnen zien afgelopen zomer en in de zomer daarvoor, waarin pastors gevangen werden gezet. De overheid, het mag dan wel een christelijke god of een geaccepteerde godsdienst zijn volgens de wet. Dat hoeft niet zo heel veel te zeggen. Dat gebeurt in wel meer landen. Daar waar het christendom officieel is vastgelegd als een godsdienst die wordt geaccepteerd, daar kan je alsnog nare sancties tegen je krijgen. En dat heeft bijvoorbeeld toegeleid dat heel veel pastors gevangen werden gezet zonder een proces in eerste instantie. En dan heb je een maximale termijn dat je iemand vast kan zetten zonder dat hij een aanklacht heeft. Maar die termijn die werd grof overschreden. Pastors werden buitengewoon lang vastgehouden zonder dat ze contact hadden met een advocaat of met familie. Nou, dat soort dingen vinden gewoon plaats in Sudan. En er is in het verleden ook sprake geweest van dat de overheid kerken wilde sluiten of kerken wilde slopen, omdat ze zogenaamd op grond stonden waarvan het bestemmingsplan anders was dan dat daar een kerk mocht staan. Ze vinden ofwel manieren die dan in de wet staan om christenen het moeilijk te maken, of ze doen het gewoon tegendraad, tegen de wet in. Ja, deze wet die dus nu weggestemd werd, waardoor scholen op zondag open moeten, die werd weggestemd door het parlement. Waarom stemden zij dan tegen? Ik denk dat de mensen die, het is de minister van Onderwijs geweest, Farah Mustafa, die wet heeft verworpen. Hij heeft die wet voorgesteld, andere mensen die hebben hem verworpen. En ja, ik denk dat die mensen toch, de reden is dat het religieus is, zeg maar, dat die mensen christen zijn of iets. Dat ze christenen willen steunen hierin, dat vraag ik mij af. Het kan ook gewoon te maken hebben met het feit dat je op zondag begint de week dan wel, maar vooruit te geven de christenen vrijheid van godsdienst, dus vooruit laat ze op die zondag dan vrij zijn. Terwijl alle moslims dan op zondag, dat is hun maandag, dus dan gaan ze naar de kerk of naar school weer voor het eerst. Ik twijfel een beetje of je dat op die manier moet interpreteren. Het viel mij op dat ze tegen hebben gestemd, maar ik weet niet precies wat de reden is geweest. Ja, want hoe gaat dit zich dan verder ontwikkelen, denkt u? Gaat dit nog verplicht worden, alsnog? Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat de overheid doorzet en denkt van, we vinden wel een manier om de christenen ook op zondag naar school te laten gaan, waardoor ze bijvoorbeeld niet in de kerk kunnen komen op zondagochtend. Bij de kerken waar ze dan samen kunnen komen. Het zou net zo goed andere gevolgen kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld die kerk dan die gesloopt is. Dat ze gewoon proberen druk te zetten op de christelijke minderheid in Sudan door, bijvoorbeeld ook bombardementen die ze uitvoeren boven het Nuba-gebergte. Er zijn allerlei manieren waarop de overheid structureel christenen het leven moeilijk maakt. En dat zullen ze ook vast wel blijven doen. Wij geloven niet dat dat gaat veranderen op korte termijn. U ziet dus ook geen hoopvolle toekomst voor die christenen in Sudan. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, aardse hoop en hemelse hoop, om het maar even zo te noemen, zijn twee hele verschillende dingen. Dus als je het hebt over, kunnen we ze hoop bieden op een
acceptatie, zeg maar. Dat ze gewoon vrij christen kunnen zijn in Sudan. Kijk, die kans is heel klein. De kans dat wij ervoor kunnen zorgen dat christenen straks vrij en blij kunnen evangeliseren in Khartoum, de hoofdstad van Sudan. Daar, die is niet heel. Maar wat we wel kunnen doen, is naast hen gaan staan in gebed. En door bijvoorbeeld een organisatie zoals de onze, Open Doors, hen daadwerkelijk te steunen. En dat heeft gevolgen. Namelijk, dat zorgt ervoor dat ze die vervolging die ze nu ervaren, dat ze die kunnen doorstaan. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste wat wij willen doen. Wij zorgen er niet voor dat vervolging stopt. Maar we zorgen er wel voor dat christenen die vervolging ervaren het ook kunnen verdragen. Ja, dank voor uw toelichting. Maurits Rietveld van Open Doors. Graag gedaan. Noord-Korea is niet van plan om haar nucleaire programma aan te passen, ondanks de nieuwe sancties die de Verenigde Naties afgelopen zaterdag afspraken. Opmerkelijk is dat China de nieuwe sancties dit keer wel steunde. In de studio Ab Jansen, Azië-expert van het Reformatorisch Dagblad. Goedenavond, meneer Jansen. Ja, China die is normaal dus eigenlijk tegen die resoluties. Waarom stemden ze nu niet tegen? Ja, ze stemmen voor, maar we moeten natuurlijk nog zien of het iets gaat uithalen. Maar wat we zien is natuurlijk dat president Trump heel nadrukkelijk heeft gezegd, nu zijn die Chinezen aan zet. Heel publiek gezegd heeft van, zij zijn degene die hier verandering in kunnen brengen. En ik kan me voorstellen dat de Chinezen ook voor de internationale bühne nu ook een daad moesten stellen. Zij willen natuurlijk bepaald niet als de negatieve factor in de wereldpolitiek afgestempeld worden. Dus in die zin is het een positief iets van de Chinezen. Maar wat ik al zei, gaat dit ook gerealiseerd worden? Want nu moet in China zelf allerlei dingen geregeld worden om deze sancties ook doorgevoerd te krijgen. Ja, Peking noemt het wel terechte sancties vanwege dat lanceren van die raketten. Om wat voor sancties gaat het? Nou, de Noord-Koreanen, de grond van Noord-Korea zit vol met waardevolle mineralen. Steenkool, allerlei ijzer, noem maar op, lood. En er zijn dus nu weer een aantal van die mineralen, van die waardevolle stoffen die allemaal naar China gaan, zijn op het lijstje van verboden stoffen gezet. Dus steenkool zit erbij, lood zat erbij, ijzer. En dat bijt natuurlijk best wel. De Noord-Koreaanse economie ligt een beetje op zijn gat. En die kan deze export natuurlijk goed gebruiken. Chinezen kunnen het ook goed gebruiken. Ik bedoel, waardevolle mineralen zijn natuurlijk waardevol voor een industrie die daar floreert. Verder werken er zo'n 50.000 Noord-Koreanen in het buitenland, met name ook in Rusland en China. Nou, daar is ook een beperking op gelegd van, daar mogen er absoluut niet meer van komen. Ook een hele belangrijke inkomstenbron voor de Noord-Koreanen, deze mensen, die gewoon totaal geen vrijheid hebben om zelf hun geld te besteden. Nou, dat rijtje gaat nog wel even door, maar ja. deze twee zijn wel heel belangrijk die eruit springen. Ja, u noemde al uit, het is maar de vraag of die sancties doorgezet worden. Zijn het dan vooral de bedrijven in China die de sancties negeren en dan alsnog handel blijven drijven met Noord-Korea? Ja, China ziet. Wij denken altijd, China is een groot land wat centraal geregeerd wordt. En als in Peking iets besloten wordt, dan gebeurt het ook. Maar zo ligt het absoluut niet in China. China is eigenlijk een tamelijk chaotisch land, waar het vooral de regio's en de lokale machthebbers zijn die de dienst uitmaken en die bepalen wat er uiteindelijk gebeurt. En die bestuurders zijn dan vaak weer verbonden op vriendjespolitiek met de bedrijven. En bedrijven hebben hier uiteraard baat bij om Noord-Korea open te houden en ja, om sancties te omzeilen. Dus, maar nou, kan de Chinese regering daar dan wat aan doen? Het kan wel, alleen dat kost wel even tijd. En wil ze het ook? Dat blijft toch ook een vraag. Wil China Noord-Korea dusdanig afknijpen dat het voor het regime riskant wordt? Dat is een apart themaatje in feite. Maar kan ze het ook? Dat is nog maar de vraag. Of het centraal geleide bestuur in Peking tot in de regionen rond Noord-Korea, of ze daar nou echt de zaak systematisch kan droogleggen. Ik vraag me af. Dat vraagt wel heel veel politieke wil in ieder geval van de Chinezen om dat te doen. Ja, en China is natuurlijk de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. Hebben dus nu die steun voor die sancties uitgesproken. Wat betekent dat voor de relatie tussen die twee landen?
Ja, die is al niet goed, de relatie. Kim Jong-un is nog nooit in Peking geweest. Xi moet ook niet veel van deze jongen hebben. Dus de relatie is niet bepaald positief. Maar het zal deze situatie nog meer onder spanning zetten. Dat geloof ik ook wel. Hoewel de Noord-Koreanen natuurlijk ook wel weten dat de Chinezen niet tot het gaatje zullen gaan. En ergens een grens zullen trekken. Want dat is ook een van de commentaren die ik las. Van ja, we weten nu wat er wel onder sancties ligt, maar wat er uitgesloten is, wat er niet onder valt, hè, waardoor de Chinezen en de Russen groen licht gaven, dat weten we eigenlijk niet. Want er zijn nog hierna zijn er nog genoeg thema's die ook op het lijstje zouden kunnen komen. En waar de Chinezen wellicht te zeggen van ja, maar dat gaat ons te ver. Ja, de kans is dus groot dat China wel gewoon doorgaat met handelen. Dat de bedrijven die sancties negeren. Noord-Korea heeft al gezegd, we stoppen niet met dat nucleaire programma. Hebben die sancties wel nut? Ja, ik denk dat het... Kijk, het wordt steeds strakker. Hè? Het is de broekriem wordt wel steeds strakker om aangetrokken. Dus er zal nog zeker een ronde moeten volgen. Het zal zeker ook pijn doen bij de Noord-Koreanen. Want ze gaan toch wat inkomsten uit de export gaan ze missen. Het was iets van een derde van de inkomsten die ze hebben. Gaat hier pijn doen als het ook inderdaad gerealiseerd wordt. Dus in die zin is het wel weer een signaal naar de Noord-Koreanen van we nemen dit serieus. Maar iedereen weet van ja, is iedereen bereid om dat door te voeren? Om er echt, wat ze dus in New York zeggen, om dat in de praktijk daar in die krochten van de bedrijfjes rondom Noord-Korea, dat Chinese grensgebied, om dat ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Want daar komt het uiteindelijk op aan. Maar is dat ook de reden dat Noord-Korea zich dus eigenlijk weinig aantrekt van die sancties? Omdat ze misschien zien dat in de praktijk dat er toch niet doorheen komt? Ik denk dat dat wel een rol speelt, ja. Aan de andere kant heeft Kim Jong-un natuurlijk ook een verhaal te houden tegenover zijn eigen elite, zijn eigen politieke achterban, militairen met name, van dat hij zich niet laat gezeggen door de Amerikanen in New York en ook niet door de Chinezen en ook niet door de Russen. En dat hij dus door zal gaan met het nucleair programma. Dus je kan verwachten dat hij dus toch een statement gaat maken en nog eens een keer een test gaat doen of een lancering. Dat soort hij dingen. Zal zich hier niet door laten tegenhouden? Formeel niet. Het zal op een gegeven moment, als het echt doorgevoerd wordt, zal het gaan bijten. Zal het pijn gaan doen voor het regime zelf, vanwege die inkomstenderving. Maar dat heeft nog wel even de tijd voordat dat zo het geval is, denk ik. Ja. Er heerst grote droogte in Noord-Korea. Welke gevolgen heeft dit voor de bevolking als die sancties straks doorgevoerd gaan worden? Ja, nou, de sancties richten zich met name op de inkomsten die het regime zelf heeft. De bevolking probeert zoveel mogelijk de bevolking te ontzien, ook met voedselhulp en dergelijke. En terecht uiteraard, want de bevolking lijdt al genoeg in dit land. Er is erg weinig regen gevallen de laatste maanden, het voorjaar. En dat betekent dat het zaad wat gezaaid is ook heel moeizaam opkomt. Je ziet dus onder de bevolking, die eigenlijk een heel eigen problematiek heeft, namelijk van hoe krijg ik mijn kostje op tafel, heeft dat natuurlijk toch een grote zorgwekkende situatie is dat voor de bevolking. Ik las dat ze dus opgeroepen zijn om een deel van hun inkomsten en een deel van hun oogst aan het leger af te staan. Nou, dat geeft natuurlijk ook onrust onder de bevolking. Van ja, het leger moet natuurlijk zo sterk mogelijk blijven. Dus, en die hebben moeite om ook aan rantsoenen te komen. Ja, want het regime, hoe gaat die om met zo'n hongersnood? Want het is niet de eerste keer hè, dat er zoveel droogte, zoveel hongersnood is. Ja. Wat doen zij daaraan? Ja, vroeger had Noord-Korea in de jaren 90 van de vorige eeuw had Noord-Korea een distributiesysteem wat redelijk goed liep. En dat was ook het machtsmiddel voor de Noord-Koreanen om de bevolking onder de knoe te houden. Hè? Want als je niet gehoorzaamde, dan kreeg je die dag geen eten en dan was het afgelopen. Dat hele systeem ligt op zijn gat. Want Noord-Korea heeft geen goede voertuigen, heeft geen brandstof, in ieder geval heel weinig brandstof. Dat systeem werkt niet meer. Dus als er hongersnood is, dan op dit moment is het in feite van, even grof gezegd, zoek het zelf uit. En dat zie je ook in de Noord-Koreaanse samenleving. Mensen moeten zelf een kostje bij elkaar gaan zoeken. En wensen daarbij ook de vrije hand te krijgen. Dus je ziet steeds meer mensen die zelf hun groentetandjes hebben en hun akkertjes verbouwen en dat verkopen en kopen voor allerlei andere dingen.
de regering heeft daar eigenlijk nauwelijks meer greep op. Maar probeert op die manier zelf de hongersnood door te komen, de bevolking. Ja. En dat maakt zo'n regime natuurlijk wel wat minder machtig. Want de bevolking zegt van ja, hoor eens, ik dop mijn eigen boontjes. En wat het regime wil, dat moeten ze zelf weten. Ja. Des te wranger is het dat ze nu dus rantsoenen gedwongen worden om rantsoenen door te geven aan de kazernes. Ja. Ja, Amerika die wil nu een gesprek over de afbouw van het nucleair programma. Eigenlijk een beetje in plaats van het militair handelen. Waarom willen ze nu ineens praten? Ja, dat is ook een beetje... Minister Tillerson van de Buitenlandse Zaken heeft dat vorige week, meen ik, ook naar voren gebracht. Ze proberen natuurlijk toch een beetje de hitte eruit te halen en weer een beetje on speaking terms te komen. Het is ook behoorlijk serieus. Hè? Intercontinentale raketten op je gericht. Als dat straks helemaal klaar is, dan kan Noord-Korea de Amerikanen natuurlijk onder schot houden. Dus men probeert dus van alles en nog wat. Lukt het niet met de stick, hè? De stok, zoals president Trump dat een tijdje heeft gedaan. Dan moet je de carrot, de wortel voorhouden. Ja. Maar goed, praten wil niet zeggen dat betekent we gaan concessies doen. We gaan jullie... toegeven dat jullie die kernwapens mogen houden. En ik vraag me af of dat praten nou echt iets gaat opleveren. Ja, want Noord-Korea staat daar totaal niet voor open. Die heeft zelfs gezegd een duizendvoudige wraak vanwege die sancties. Is dat dreigement serieus? Ja, het is wat ik al zei, het is ook een beetje praten voor de bühne. Hè, om te laten zien dat we hier niet voor buigen. Dus het is de vraag of dat nou echt zoveel zal uitmaken. Ja, en Noord-Koreanen zijn ongelooflijk goed in het onderhandelen. Dus een gesprek met een Noord-Koreaan aan de verlies je altijd. Dus ik vraag me af of Tillerson, hij is zakenman geweest, dus hij kan ook wel onderhandelen. Maar ik moet het nog zien of ze daar iets mee gaan doen met die deal. Dat zal een moeizaam gebeuren worden. Ja, die lange afstandsraketten waar dus nu die rakettest voor is geweest. Hoe lang duurt het totdat Noord-Korea echt zo'n raket met zo'n kernkop kan afvuren? Hoe moeten we dat zien? Ja, men dacht dat het nog een aantal jaren zou duren. Zeker 4-5 jaar. Alleen men is wel geschrokken van deze laatste lancering. Want daar zag men toch wel dat ze veel verder zijn dan dat we gedacht hadden. Dus nu is het idee dat het begin 2018, dus dat is al volgend jaar, dat ze dus zo'n raket klaar hebben. Het probleem zit er nog in de kernkop, die moet daar oppassen. Je kunt wel een raket hebben, maar je wil dus vooral een afschrikkingswapen hebben met een massavernietigingswapen. En dan moet er een nucleaire kop op geplaatst worden. En die moet ook bestand zijn tegen allerlei hitteprocessen. Zo'n raket gaat hoog de lucht in, boven de atmosfeer en komt dan weer terug in de dampkring. En daar zijn de meeste raketkoppen nog niet tegen bestand. Dus dat zijn dingen die nog uitgedacht moeten worden. En is dat iets waar ze zich in Amerika nu al druk om maken? Ja, zeker. Ja. Ook want dat is dus een kwestie van niet als, zeg maar als een dreigement, maar meer wanneer wordt die raket afgevuurd? Ja. Nou ja, goed. Wanneer een raket daadwerkelijk wordt afgevuurd, heeft natuurlijk te maken met de spanningen. Zijn er urgente situaties? Ik bedoel, de Russen hebben ook dit soort gevaarlijke raketten staan, maar die worden niet gebruikt. De Fransen hebben ook dat soort dingen. Dus het heeft met het klimaat te maken wat tussen landen heerst of iets daadwerkelijk wordt gebruikt. Maar je kunt er wel mee dreigen. Je kunt natuurlijk zeggen van nou, deze dingen zijn klaar, dat weten jullie. Er zit een kernkomp op. Dus inbinden. En je kunt dingen gaan afdwingen van een land. Ja, er zijn natuurlijk veel internationale reacties gekomen op deze rakettest. Wat is de juiste reacties? Hoe zou Amerika hiermee om moeten gaan of hierop moeten reageren? Ja, dat is een lastige. Hè? Ik bedoel, ik denk dat dit het sanctiemiddel, en met name proberen om de Chinezen en op dit moment ook de Russen mee te krijgen. China en Rusland zie je steeds meer naar elkaar toetrekken als het Noord-Korea betreft. Omdat zij dus zien dat president Trump zich wat terugtrekt uit de regio. Dan zeggen ze van oké, dan gaan wij dat daar het initiatief nemen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Amerika, met name Rusland en China, mee weet te krijgen. En uiteindelijk is het discussie tussen geopolitieke twist tussen deze grootmachten. Ja. En dan samen tegen Noord-Korea eigenlijk. Ja. Dank voor uw toelichting, Ab Jansen van het Reformatorisch Dagblad. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met Uitgelicht. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag!